Het allerbelangrijkste document in de Nederlandse staatsinrichting, dat is de grondwet. En in die grondwet, daar zijn allerlei grondrechten vastgelegd. Nou, daar zullen we eens even naar gaan kijken. Wat is die grondwet als eerste? Nou, ik zei al, dat is het allerbelangrijkste document dat we hebben in Nederland misschien wel. Want daarin staan de grondrechten van alle burgers. En dan maakt het niet uit of jij dus oud of jong bent, rijk of arm, man of vrouw, weet ik veel wat. Uh, gelden voor iedereen. En daarin staan ook de regels over hoe het land uh, moet worden bestuurd. En een grondwet mag je dus ook niet zomaar even aanpassen. Hè. Dit is echt de basis van eigenlijk hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Nou, die grondrechten en die manieren van besturen, die liggen in allerlei artikelen liggen die vast. En het eerste artikel van de moderne Nederlandse grondwet, en die is in 1848 ontstaan, en dat is ook het, het jaar dat uh, onze eindexamenstof begint, maar daar komen we in de volgende serie video's op terug. Uh, dat allereerste artikel dus, artikel 1, daarin staat dat alle die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Iedereen moet gewoon hetzelfde worden behandeld, maakt niet uit, er wordt geen onderscheid gemaakt. Want wat zegt dat artikel ook? Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Nou, dit lijkt me een hele mooie basis om een land op uh, samen te stellen. Dus ik ben heel blij met dat eerste artikel van die grondwet. En dit is dus ook dat je gelijk behandeld wordt, is meteen ook een voorbeeld eigenlijk van een grondrecht voor burgers. En wat zijn dan grondrechten precies? Nou, dat zijn eigenlijk de basale, de basisrechten die gelden voor iedere burger. En die staan dus in die grondwet in verschillende artikelen. En dan moet je een onderscheid maken tussen aan de ene kant klassieke grondrechten. En dat zijn grondrechten die uh, beschermen de burger tegen de overheid. En die staan al vanaf 1848 staan die in de grondwet. En aan de andere kant heb je ook zogenaamde sociale grondrechten. Die staan pas sinds kort, in de, of sinds kort, sinds 1983 in de grondwet. Toen is die gewijzigd. En dat zijn juist grondrechten waarbij de grondwet eigenlijk zegt, hey, overheid, jullie moeten juist goed zorgen voor die burger. Hè? Jullie moeten die burger beschermen. En ik zal voorbeelden geven van allebei die soorten grondrechten. Eerst die klassieke grondrechten, dus die de burger moeten beschermen tegen die overheid. Uh, nou, dan moet je bijvoorbeeld dus aan denken dat uh, de overheid niet mag bepalen welk geloof iemand heeft. Nee, in Nederland is het zo dat je mag kiezen welk geloof je hebt. En of je überhaupt wel een geloof hebt. Want je kunt er bijvoorbeeld voor uh, kiezen om dus christen te zijn of, of Hindoe staan. Maar je kunt er ook voor kiezen om juist helemaal geen godsdienst aan te willen hangen. Dat is ook vrijheid van godsdienst. Een ander belangrijk grondrecht, klassiek grondrecht, is de vrijheid van meningsuiting. In Nederland mag jij jouw mening geven over iets of iemand over bepaalde zaken. Daar kun je niet zomaar voor worden opgepakt. De grondwet beschermt jou daarvoor. Die mening mag je bijvoorbeeld ook uiten via een krant of via het internet. Dat noemen we de vrijheid van drukpers. En de volgende klassiek grondrecht is de vrijheid van vereniging en vergadering. Iedereen in Nederland mag een eigen partij of een vereniging beginnen. Dat mag niet zomaar verboden worden door de overheid. Nogmaals, een klassiek grondrecht beschermt je tegen de overheid. Hè. Dus je, mag, je hebt die vrijheid om dit te doen. En je hebt ook de vrijheid van onderwijs, de vrijheid om een eigen school op te richten, volgens een bepaalde levensovertuiging. Nou, dit zijn dus klassieke grondrechten. Dat is allemaal heel mooi, maar soms ook heel lastig, want die kunnen soms in strijd met elkaar zijn. Die kunnen heel erg met elkaar botsen. Als ik bijvoorbeeld een hele duidelijke mening geef over een uh, religie in Nederland, dan ben ik bezig met de vrijheid van meningsuiting, maar dan kan dat dus ten koste gaan van de vrijheid van godsdienst van anderen. Dus je ziet dat er soms wat spanning tussen die grondrechten kan zijn. Maar goed, in de basis gelden ze dus voor iedereen, liggen ze vast in die grondwet. En sinds 1983 liggen daar dus ook de sociale grondrechten bij. En wat zijn sociale grondrechten ook alweer? Nee, dat is juist dat de grondwet zegt: hé, hey, overheid, jullie moeten juist uh, de burgers beschermen. En jullie moeten goed voor ze zorgen. Bijvoorbeeld door uh, te zorgen voor het recht op bestaanszekerheid. Wanneer je buiten je schuld niet genoeg verdient, dan moet de overheid je helpen. Dat is dus dat recht op bestaanszekerheid. He, ik heb zelf niet genoeg inkomen, dus dan moet de overheid een beetje voor mij zorgen. Uh, iedereen heeft ook het recht om een opleiding uh, te volgen. Ook als je weinig inkomen hebt. En dat is het recht op onderwijs. Iedereen heeft, ongeacht uh, het inkomen of de afkomst, recht op uh, toegang tot gezondheidszorg. Hè. We laten niet iemand creperen van de pijn. Iedereen moet naar een dokter of naar een ziekenhuis kunnen. Zo moet iedere burger ook het recht hebben op een eigen woonruimte. En uh, ook uh, het land waarin ze wonen. Ja, dat moet ook wel bewoonbaar zijn. Hè? Dus ze moeten zorgen voor een goede leefomgeving. Dus, dus uh, de, bijvoorbeeld milieuvervuiling tegengaan en zo. De bewoonbaarheid van het land moet goed zijn. En iedere burger heeft ook recht op werk. Dat betekent niet dat de overheid voor iedereen voor een baan moet zorgen. Maar de overheid heeft wel de verantwoordelijkheid. En dat is het sociale grondrecht dat er is vastgelegd in de grondwet. Dat ze moeten zorgen dat de economie zo goed mogelijk loopt. Zodat er zoveel mogelijk banen zijn. En als laatste, het laatste sociale grondrecht is het recht op rechtsbijstand. Uh, dat je dus ook als je geen geld hebt, toch een advocaat kunt krijgen. Dan wordt dat betaald door de overheid als je voor de rechter moet verschijnen. Nou, en dit zijn dus echt hele belangrijke dingen die voor iedereen moeten gelden, net als die klassieke grondrechten. En juist daarom is die grondwet waar al die grondrechten in staan ook zo enorm belangrijk.